mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van My Hans de Best. En vandaag weer een nieuwe aflevering van, als je ziet, van Rocket League. Gewoon 3 tegen 3 questionable. Had ik even zin in. Dat is vrolijk. Ja. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van de extra video een keer. In plaats van 1 video. 2 video's in een week. Wel, we weten het, vrij snel achter elkaar, maar... Daar moet de pret niet drukken, hè, zo gezegd. Een lekkere Call of Duty mobile game. Ik zal het vaker gaan spelen, zolang het nog even een ding is. Ik vind het zelf ook een hele leuke game om te spelen. Alleen nou is het opnemen dan, maar daar moet ik nog een dingetje voor zoeken. Ik wil zeggen, gewoon net als een stukje veel de bal in de zit. Ik wou zeggen, als ik daar geen assist op krijg, dan weet ik het ook niet meer. Dan zou ik zeggen, dan zou ik echt zeggen van, Rocket League, Archie, is de game broken ofzo? Maar dan was het ook echt broken. Want ik heb al heel vaak van dat ik een assist geef, maar dat de game zegt, assist? Nee hoor. Ik zeg van, wat is een assist? Ah, oh, dat... Zo. Oké, dat dacht ik uit te verdedigen, maar nope. Niet bepaald. Maar alsnog een doelpunt. Nice! Dus als je dit vaak wilt zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. Laat in de comments achter of je dit vaak... of wat je nog meer wilt zien. En ja. De rest eigenlijk niks. En dan omhoog komen. En dat is de auto. De tegenstander. Lekker gedaan. Dat is iets minder lekker gedaan. Oh. Ik weet niet of dat nou een tegenstander was of een teammate die dat deed. Nog een boost neer. Ik heb hem wel enigszins. Nog wel stoel gehouden. Wij ons doel hun doel houden. En door. Zo. Goed bezig, teammate. En nou moet er iemand zijn die nog even sinds kan voorkomen. Hij ging op de man verdedigen, niet op de bal, zoals je ziet. Want hij ging die killstar ging op af en oh, hij mist gewoon snel de bal. Hij mist gewoon snel de bal. Ah, bijna. Miste wel boost. Miste wel snelheid, kan ik beter zeggen. Zo. Ja, dat moet een doelpunt worden. Oh, of toch niet? Zo. Oh, nice. Jezus. Die hand moet er zitten. Nou, afmaken, hè?
maar ook niet bepaald gedaan. Ik weet niet wat ik daar deed, maar dat ging niet zo goed. Serieus. Oh, wat lekkere timing af en toe weer. Ja dan. Zo. Niemand voor het doel. Wat was dat voor bal? Yeah, wat? Hij raakt de muur en hij draait maar in. Hoe de fuck heeft hij dat voor elkaar gekregen? Waarschijnlijk als je de zijkant goed raakt. Maar... hoe de fuck heb je hem ingedraaid gekregen? Ja, jezus game, waarom gelijk zo hard door? Ik weet niet, dat schot op doel van mij, ik weet niet wat daar gebeurde, maar ik was meer aan het glijden dan ik echt kon scoren. Dus yo mensen, welkom bij het tweede potje van vandaag. Hopelijk gaan we dit potje beter doen, maar vraag me af. Zeg ik, ik begon er al in te vliegen. Dit is wel een, ja ik dacht aan hun naam te zien dat ze mensen weten. Dat het een team was, want al een hele simpele namen. Fire ABM Gila. Maar ja, we staan 1-0 voor. En ik heb een assist, dat ik nice hiervoor gebracht. En dan heeft hij me netjes afgewerkt. En dan heeft hij netjes afgewerkt. Zoals het hoort, hè. Zoals de meesten zeggen, een echte spitse doel. En 2-0. That's looking very nice. Al 2-0 voor. Of ik heb hem. Ligt eraan hoe snel je bent, jong. Die hem heeft. Oh nee. Dat voel je ook nice. Oh, oké. Okay. Iemand terug? Zo. Ja, een mooie uitbraak. En alweer een assist. Ik weet niet of dat een gekocht doelpunt is. Of ja, die doelpunt animatie. Want die is eigenlijk best wel gaaf. Maar... of het kan eentje van seizoenen zijn. Maar ik doe niet echt aan die seizoenen. Want ja, zoveel tijd heb ik er niet voor. Oké. Okay. Wel blij dat ik hier tijd voor heb. Nice. Oh. Serieus? Weer te laat, Jezus Christus.
Oh, die ging net over. Ja, iemand weg, werken. Hoog, en dan. Ja, iemand voor, nope. En voor, oké, of toch niet. Ja, dan was hij net mooi op tijd bij. Ga ik dat er wel aan met fucking 10% team boost dingen, hoe je het ook noemt. Dat ging te vroeg weer. Zo. De tactics are real hoor. Ja, ik had die eigenlijk beter moeten raken, die bal. Zo. Iemand te raken? Nee. Ah, was ik te laag. Alsjeblieft. Ah nee, ik heb geen boost. Ja! Oh, mooi dit. Oh, mooi dit. Gewoon een dikke psych. Eén kant kun je zeggen, hij nakt mijn doelpunt. Andere kant zeg ik, oké. Je had er eerder bij kunnen zijn, dus zo ergens dat weet ik. En bam. Serieus, heeft hij nog steeds de grond niet geraakt? Nou, ik zie, hoe is het? Tweede potje gewonnen, netjes gewonnen, een aantal doelpunten, man of the match, en dan zie ik je zo bij het laatste potje van vandaag. Yo mensen, welkom bij het laatste potje van vandaag. Ik hoop dat we het laatste potje ook gewoon kunnen winnen. Ook was het eerste potje een beetje dramatisch, het tweede potje ging echt gewoon super. Had een leuk team, tegenstander, en die hebben we weer. Maar we hebben ook dezelfde teammates weer. Volgens mij wel. In ieder geval, ik hoop dat het potje ook leuk wordt. Ja. Nee! Vroeger had het net 5 meter lang. Groter moeten zijn. Ik kan het zeggen, gewoon een wegbeuken. Volgens mij heeft hij speedhack of zo, dat leek het net. Dat was lekker cheat. Gewoon fucking snel. Ja, kan het aan mij liggen. Alweer gewoon de paal, hè. Ja,
Oké, dat was een mooie. Alweer na... Oh, hey. Zeg, dat was een goede bal. En die fire heeft ook goed weggewerkt. What just happened? Oh, mijn teammate heeft hem al. Nice. Een mooi doelpunt. Gescoord. Of is er gescoord? Ik moet zeggen, ik heb er nog één gemaakt. Waarom is het internet raar? Hallo? Oké, nou is het weer weg. Ik wou net zeggen, ik heb 100 Mbit download. Dus dan ga ik ervan uit dat het ook gewoon werkt. En 40 up. Minimaal. Het is een beetje raar vandaag, jongens. Hallo. Maar wel het meeste ping. Of het minste ping van iedereen. Alleen een internetje die raar doet ofzo. Maar ik scoor wel. Dus... Ik vind het helemaal mooi, hè? Waarom? Hallo, ping. Ja, de icoontje voor mij klopt voor een halve bak, want ik heb hier gewoon internet. Vier strepen en shit, dus... Het klopt niet helemaal. Nou, niet helemaal. Het klopt totaal niet. Nice, ik heb hem. Al twee doelpunten. Ja, nou is mijn ping weer. 20, 21, 19. Oh ja, mijn ping gaat ook gelukkig meneer. We hadden toch meestal even getallen, nu mijn ping is oneven getallen. What just happened? Maar ja. Mooi doelpunt. Kan we niks van zeggen. Yeah. Even dat ik mijn instellingen aanpas. Psyche! Ook al was het een onbedoelde. Hattrick. Het is een onbedoelde psyche. Maar het pakte goed uit en ja, een hattrick. En dus ja. Heel erg mooi dit. Hoppakee. Maak hem af. Nou, doelpunt is voor mij. Ja, de laatste potjes ook heel goed. Oh, het is gewoon eigen doelpunt.
Ja, dit is een heel goed potje. Ik hoop dat die XXXXXXXXX man ofzo ook nog een doelpuntje scoort. Dat was een leuk vorm, maar... heeft hij zijn hat-trickje. Oh, ik heb zo 4 doelpunten. Nou, in ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Rocket League. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Lekker laatst, of een heel goed laatst potje. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus abonneer, reageer en like zeker deze video. En dan zie ik jullie volgende keer bij Rocket League of iets anders. Bye mensen.